Het paasverhaal. Maria en Martha waren vriendinnen van Jezus. Op een keer kwam Jezus bij hen eten. Ze hadden een heleboel vrienden uitgenodigd. Alle gasten zaten aan tafel te eten. Martha deelde het eten rond. Maria niet. Maria pakte een flesje met dure, geurende olie. Ze goot de olie over de voeten van Jezus. Het hele huis rook heerlijk naar de olie. Judas, een van de vrienden van Jezus, werd hier boos om. Hij zei, het is zonde van het geld om zulke dure olie over voeten te gieten. Maria had de olie kunnen verkopen om het geld aan arme mensen te geven. Maar Judas zei dit, omdat hij het geld eigenlijk wilde stelen. Laat Maria, zei Jezus. Dit was een cadeau van haar. Zij weet dat ik niet altijd meer bij jullie zal zijn. Jezus stuurde twee van zijn vrienden op pad. Ze moesten een ezel gaan halen. Jezus had ze verteld waar ze die ezel konden vinden, zodat Jezus op die ezel kon rijden. De vrienden haalden de ezel en ze brachten hem bij Jezus. Ze legden jassen op de rug van de ezel en Jezus ging erop zitten. De mensen zagen Jezus aankomen en ze begonnen te juichen. Nu zou Jezus koning worden. Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van God, riepen de mensen. De mensen plukten palmtakken en ze legden hun jassen op de grond. Jezus reed er overheen en de mensen zwaaiden met hun takken. Zo reed Jezus Jeruzalem binnen. Iedereen liep achter hem aan. De leiders zeiden boos, wat denkt die Jezus wel? Iedereen loopt achter hem aan. We hebben genoeg van Jezus. En Jezus wist dat de leiders van het volk genoeg van hem hadden. Ze wilden hem doden. Dat wist Jezus ook. Maar gelukkig had Jezus ook vrienden. Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Simon, Matthäus, nog een Jacobus, Thomas, Thaddeus en Judas. Ze waren al heel lang bij elkaar. En Jezus had hun heel veel geleerd. Ze gingen samen eten. Jezus pakte een schaal water en een doek. Daarmee begon hij de voeten van zijn vrienden te wassen. Petrus zei, eigenlijk is dit werk voor bedienden. Ik wil niet dat u mijn voeten wast. Jawel, zei Jezus, later zul je begrijpen waarom ik dit doe. Jezus waste de voeten van al zijn vrienden en zei, ik heb jullie voeten gewassen om jullie te laten zien dat niemand de baas is. Jullie moeten elkaar altijd helpen. Judas, een van Jezus' vrienden, had een slecht plan. Hij wilde graag rijk worden en hij beloofde de leiders dat hij zou vertellen waar Jezus was. Dan konden zij hem makkelijk oppakken. En Judas kreeg van hen 30 zilverstukken. Jezus zat met zijn vrienden aan tafel. Hij zei, Eén van jullie gaat iets slechts doen. Hij gaat mij verraden. Maar wie dan? Vroeg Johannes. Jezus zei, aan wie ik het brood geef, die is het. En Jezus gaf een stukje brood aan Judas. Ga maar weg, zei Jezus. Doe maar wat je van plan bent. Boos ging Judas weg. En Jezus wist wat hij ging doen. Toen Judas weg was, deelde Jezus brood uit. En iedereen kreeg wijn te drinken. Jezus zei, elke keer als je het brood eet en de wijn drinkt, moeten jullie aan mij denken. Want ik ben niet lang meer bij jullie. Maar wees niet bang, want ik kom ook terug. Jullie zijn mijn vrienden. Het was donker. Jezus was met zijn vrienden in de tuin. Hij was aan het bidden. Toen kwam Judas eraan. Achter hem liepen soldaten. Judas wees aan waar Jezus was en de soldaten namen Jezus mee. Jezus moest sterven. Dat was het plan van God. God wilde de schuld van alle mensen wegdoen. Daarvoor moest Jezus Gods straf dragen. En Jezus wist dat hij dat moest doen. De soldaten brachten Jezus bij de leiders van het volk. De leiders zeiden dat Jezus dood moest. Hij heeft leugens verteld, zeiden ze. Hij zegt dat hij de zoon van God is. En wie dat zegt, moet sterven. En Jezus stierf aan het kruis.
Zijn vrienden waren heel verdrietig. Jezus leefde niet meer. Een rijke man, Jozef, mocht het lichaam van Jezus begraven. Jozef had een graf in een rots. Daar legde hij het lichaam van Jezus in. Hij rolde een steen voor de ingang en soldaten gingen voor het graf staan. Vroeg in de ochtend was er een aardbeving. God stuurde een engel. De soldaten schrokken zich rot en holden weg. De engel rolde de steen van het graf weg. Maria, een vriendin van Jezus, liep verdrietig naar het graf. Toen zag ze dat het graf open was. Ze liep het graf in en ze zag de engel. De engel zei: Jezus is hier niet. Hij leeft weer. Ga terug en vertel het aan de vrienden. Maria holde terug. Jezus leefde. Ze vertelde het aan zijn vrienden. Eerst geloofden ze er niks van. Maar Maria had echt gelijk. Jezus was weer opgestaan.